Ja, ik ga er vandoor. Good day work. Dankjewel. Ook die. Veel plezier. Dankjewel. Jij ook bedankt, Leslie, voor je inzet. Ja, echt, hè? Was wel een lekker dagje. Lou? Vanaf het moment, ja, meteen beuken, knallen, gaan. Ik ga nu eventjes een beetje me-time. De groeten. Wat zegt ze? Gaat helemaal goed. Ja, erg, hè? We komen gewoon aan sommige dingen niet toe. Ja. Komt ook dat ik extra... Ik neem natuurlijk ook extra pauze met al mijn eet... momentjes. Wat is die flafje ding? Heb je het niet? Heb ik flafje ding? Ja. Oh, je bedoelt dit? Ja. Dat is een geluidstoepje. Ja, dat is wat I thought. Ja, het is heel handig. Als het waait buiten, dan is het gewoon bij mij... Het waait het niet. Dan hoor je niks. Je hoort niks. Al die puffjes van Res. Gedempt. Nou, rook ik het maar niet. Was maar zo'n feest. Cute. Heel cute weer. Je bent wel weer helemaal losgegaan in de deco. Je hebt tijd over natuurlijk. Ik denk, nou, ik knal er eventjes iets anders aan. Hero, tot in den tij, jongens. Een kleine kolibri hier. Cuteness all over the place. Ja, hoe noemen we dit? Summer is coming? Summer is coming? Disco versus... Disco depression, but we're still smiling. Hey. Yes, we do. Hoe lang heb je je vriend niet gezien? 5 dagen. Meef was vanaf maandag, dinsdag, woensdag, 4 dagen heb je hem niet gezien. En er ook nee, nog een... 5 dagen. Nee, en de vakantie. De vakantie heb je hem ook niet gezien, dus dan heb je hem echt lang niet gezien, maat. 1000 jaren bijna. Dat is overdreven, maat. Ja, dat is overdreven, ja. Maar je hebt hem gemist? Ik heb hem kapot gemist. Ja? Ik heb hem gemist. Ik wil hem weer eens een keer zien. Maar waarom praat je hier zo ogen? Hallo. Je echte kijkertjes, je moet hem weer... Oh, je tank is leeg. Mijn tank is leeg. Ik ga stuk als mijn batterij begint te knipperen. Het Frank is eerst niet te zeggen, ja, mijn tank is leeg. Ik ga het fixen. Ik ga je aan bed leggen en dan doe ik dit even fixen. Ik heb Frankie even erbij gehaald. Het is namelijk iets wat we eventjes als gezin moeten doen. Ik kreeg namelijk een comment onder een video, Frankie Dien, van een kijkertje. En dat klonk als volgt. Zo had geschreven, die persoon. Ik hoop dat mijn pakket goed is aangekomen. En ik dacht alleen maar pakket. Ik heb helemaal niks gezien, dus ik raakte een beetje in de stress. Want ik dacht, ik heb helemaal geen doosje gezien of iets. Blijkt het dus dat er bij de buren al iets van een week stond. Maar we waren natuurlijk op weg. Ja, ik weet niet. Maar we snapten niet, want ook geen papiertje, niks. Van, er ligt iets bij de buren. Frankie Dien, ik blijf zitten. Er is 1 geweldig pakket hier bezorgd. Voor wie? Kijk maar. Even je beentje weg, jij. Zo. Deze persoon heeft Monopoly. Frankie heeft ook al meteen idee, die moet naar papa. Die moet naar papa, de valsspeler. Kijk, weet je wat, Frankie, wacht even. Valsspelers-editie. Wat is papa? Een valsspeler. Ja! Wat zit er nog meer in? Wat is dit? Wat is het? Wat? Dat kan ik in mijn Nintendo zetten. Ja. Wat is het? Mag ik zien? Mario. Oh, dit is een gevecht. Dit is een gevecht. Wat is dat? Pokémon. Frankie, we hebben Pokémon voor de Nintendo. Zullen we de kaart lezen? Zullen we de kaart lezen? Oké, wacht. Hm? Babyschoenen. Schoenen zitten wel babyschoenen, ja. Is voor de baby? Oh, ja. Ja, het is babyschoen. Wat schoon. Wat leuk, Frankie, hè? Mooi. Weet je dat jij dit model ook had, toen je klein was? Ja, toen je klein was, had je ook zo. Deze, exact deze had je. Met bloemetjes ook nog. Ja, ook die zwarte. Ja. Die zwarte. Wat attent. Wat is dit? Maar dit is gewoon ook echt leuk. Maar oké, okay, zullen we beginnen met de kaart? Jij gaat het doen? Ik hoop dat er muziekje in zit. Oh, er zit nog een brief in. Oh, er zit een brief in. Zal ik die even voorlezen? Een brief in een brief. Een brief in een kaart. Wat staat er op de kaart? Niks. Speciaal voor jou, omdat je zo'n mooi mens bent. Dankjewel. Is het? Voor wie is het? Mens. Nee, voor jou. Enkel vaak. Er is nog Nico Plasbal. Oké. En Lulu en mij. En papa. En onze hele familie. We hebben gewoon dit gekregen. Dat is niet normaal. Zie je maar. Dat is niet normaal. Oh, lieve Nienke, Resli en... Nee, Frankie Dien. Frankie Dien. Hierbij wat kleinigheidjes. Nou, klein. Voor Frankie natuurlijk de Nintendo Switch spelletjes.
Hopelijk heb je er veel speelplezier van, Frankie. En maak je je vader en moeder in. Voor jullie, Resley en Nienke, omdat jullie toch al van spelletjes houden. Hier, één met een knipoog. Veel speelplezier. Dat is de spelers, die valspelers editie. Ja. En natuurlijk de baby niet te vergeten. Helaas ben ik een beetje autistisch. Bij een broek hoort natuurlijk ook iets van boven. En schoenen mogen ook niet vergeten worden. Verder vind ik kiezen lastig. Dus vandaar niet één, maar drie setjes. Nou, doe eens normaal. Geniet ervan en van elkaar heel veel liefs. Geen naam, niks. Geen naam. Dan moet ik even kijken onder die comment van wie... Dit is zo attent. Een tekening en bloemen zijn ook attent, hoor. Maar... Nee, maar doe normaal. Ik vind dit leuk. Kom maar. Dit is backpacking. Zie je met deze schoentjes al zo... Ja. Nee, ik kan wel zo doen, maar het is wel echt leuk. Oké, laat me kijken wat dit is. Okay, dit is dus, denk ik... Oh, dit is wel heel schattig, Frankie. Wat zeg je nou? Oh, jong of meisje, maar word sportief. Kom op. Ik wou dat het nog een broertje was. Nou, als het een meid is, doen we er een stoere zwarte zonnetje bij. En deze schoentjes eronder zo. En als het een jongen is... De schoentjes die je hebt gekregen, dat is wel leuk. Black on black. Hé, wel stoer, want je weet, jij houdt ook van zwarte kleren. Frankie vindt altijd zwarte stoer. Dit is heel leuk. Nou, oké. Nou, één setje. Dit had niet gehoeven, hoor. Drie setjes. Nee, maar het is wel heel leuk. Ik omarm het wel. Oké, maar deze hoeft ook weer niet, maar ik vind het heel leuk. Je had het... Ja, wil je het terugsturen? Nee. Oké, mag jij ook iets open, schat? Kom maar, doe dat. Dan mag je het openmaken. Dit is... Maak jij dit? Oh, dus daarom hadden jullie me naar beneden gebracht. We zagen deze doos en ik wilde het met je delen, zoiets. Omdat ik dacht dat, deze doos lijkt op 6. Dus ik dacht, daar lijkt, dat is mij. Dus ik dacht, die is waarschijnlijk voor mij ook weer. Dus ik wist, nee, dit is van ons. maar jij zei, nee, dit is gewoon voor haar. Ja, verrassing. Ik wist, hè. Geen naam, niks, hé. Nee. Ook niet een afzender op die doos? Nee. Ik ga straks meteen in die comments kijken. Oh! Huh? Wat een leuk pakje. Dit is een leuk pakje. Okay, echt? Okay. Met een girafje zo? Ja, dan ben je te groot. Te klein. En de bovenkant? En dan hoort er precies ook dit erop. Nou leuk, Frankie. Doe even de bovenkant aan. Ik wil op het spel kijken. Maar hij denkt, laat me dat. Laat hem lekker naar dat kijken. Ga jij dat bekijken? Money. Precies, hij vindt dat interessant. Maak jij dit? Wat een doenlijk is dit dan voor een heerlijk pakkie. Oh jee. Rompeltje erbij. Wat leuk. Het is wel heel leuk. En helemaal mijn stijl. Helemaal lekker nude. Lekker African. Kijk, je hebt ook zelfs dit. Oh, handen. Oh, dan ga je echt naar de gevangenis. Dan weet je het. Oh, dit zijn boeien. Daar ga je echt niet van spelen. Snap je? En? Oh, ik denk dat je dit heel leuk vindt. Een tuinpak! Een tuinpak. Oh, ik love een tuinpak. A good dungeon. Wat leuk hierop. Of ben ik nou gek? Dit hoort zo. Dit kan. Oké, zullen we dit spel even openmaken? Omdat dit. Nee, die laat ze dicht. Die laat ze dicht. Maar we kunnen dit wel spelen van het weekend. Zit er echt geen kaart in? Je neefje Jace komt logeren. Zit er geen kaart in het naam, hè? Nee, dit is het. Wat raar. Wat lief, wat leuk. Hier staat er even veel liefs op. Nou, dan moet je echt even die comment gaan zoeken. Deze is gewoon de nieuwste. En van rompeltjes, schat. Oké, deze is al lang geweest. Maar hoe los is dit zo gegaan? Papa, nou ja. Je bent echt persoon die... Deze persoon is dankjewel. Echt... Dankjewel. Dankjewel. Het lijkt wel Sinterklaas, kerst, echt? Verjaardagen, Pasen, Niet hoeven, maar het is wel echt heel leuk, hè? Maar kijk, dan kunnen we samen tegen elkaar. Ja. Maar we gaan even goed bedanken, want dit is niet normaal, hè? En dit is zo ook niet iets voor elke dag, dus we gaan wel eventjes gewoon net zeggen van, hey. Ja, maar ik zei het toch al. Ja. Oké. Wel leuk, hè? Maar leuk, hè? Leuk, toppie. Nou, wij hebben net gedraaid voor 90 Days Fiancé. Zo heet het. Het heette eerst 90 Days to Wed, maar nu heet het 90 Days Fiancé. Echt heel leuk. Dat ik dat kan doen met mijn moeder en schoonzusjes. Ik lig helemaal in een deuk. We mogen alles zeggen wat we willen. En op mijn eigen bank, in mijn eigen kleding. Maar voor de continuïteit heb je altijd dezelfde kleding aan. En dat heb ik nu een paar keer aangedaan. Dus nu voelt het even lekker om helemaal lekker in mijn relaxed pak te gaan. Oh, shake it girl. Even een klein beetje sexy doen voor de kijkers, hè? Niet dat jullie erom vroegen, maar gewoon... Omdat het kan, off we go downstairs. Want ieder moment kan mijn vriendin voor de deur staan. Ze
is namelijk zo dat Jennifer haar oudste Jace brengt naar mij. Zodat ik met Jace mijn kind kan halen bij Maeve. Juist, inderdaad. Veel kinderen. Het is weekend. Jullie weten hoe dat gaat. Genieten, genieten. Jennifer die zegt, kan jij op Jace? Nou, ze zei niet, kan jij op Jace? Maar ze vroeg het. En ik zei, gelukkig vinden onze kinderen elkaar leuk. En ze hebben al een tijd niet bij elkaar geslapen. Lulu, wat is er nou toch de hele tijd, lieve? Wat heb je toch met flarepijpbroeken? Dit. Laat me met rust. Laat mij met rust. Ja, kleine idiota. Je moet weten dat een kindje is klaar, ja, vriendin? Anders, ik zet je gewoon in een heimlichtklem, vriendin. Wat ga je doen? Huh? Wie kleurt het beste bij het baasje? Oké, jij. Nou, kalm anus. In ieder geval. Ik ben zin in het weekend. Het zijn leuke dingen op de planning. Ja, jawel. Je wil weten wat? Just stay watching. Do this, Braveheart! Mijn god. Gezondheid. I'm so good. Nou, echt serieus. Timing. Hey, hoi. Kom maar, Jace. Kom maar gezellig bij tante. Oh, Jen, hippig hoor. Hippig ben je weer. Ja, je moeder is hippig. Hippig. Vind je het niet? Oh, wow. Nou, ja zeg. Mijn kleine die ligt helemaal zo... Oh, je kind slaapt? Ja. Oh, wacht. Ik kom eraan. Denk je dat er een politie staat of dat het gewoon een politie... Het is een flitspaal. Een flitspaal, ja. Dus we moeten, zoals we altijd, gewoon netjes rijden. Maar nu helemaal. Want een boete, I don't like. Is $2000. Zo. Wat voor idiote boetes heb jij gekregen voor je kiezer dat je dat denkt? $2000? Ja. Voor wat? Als jij te hard rijdt. $2000? Nee, dat ligt eraan hoe hard je rijdt. Als je 1 kilometer te hard rijdt, 2, 3, 4, per kilometer komt er een beetje centjes bij. $2000 betekent dat je met een vliegtuig in de woonerf tekeer ging. Dat ongeveer dat. En dat doe jij. En dat doe ik. Ik rijd toch netjes? Jace, je lapt me niet erbij. Niet zo op het net. Dat kan niet. Je kan niet zo zijn. Pizza! Deze. Dit is gezonde pizza, jongens. Ik hou van gezond. Ik wil blijven gezond eten. Als ik niet gezond eet, dan wil ik deze spierballetjes houden. Deze hier, die zijn echt bijna elke dag dikker geworden, ja. Oh, oké. Van al dat opdruk en zo. Heet! Ja, dat is vaak met pizza wat net overkomt. Kun je de spierballen wel trainen? Maar je tong is gewoon verbrand. Jace, laat maar raden. Je lust het niet. Nee. Ja. Hij eet gewoon erg delicaat. Hij neemt zijn tijd gewoon. Het lijkt het zo dat je het niet lekker vindt. Nee, dit is Jace die geniet. Dit is geniet, zijn geniet gezicht. Zie je, Jace? Oeh, het kan niet op zijn geluk. Wat een paradijs. Hey, je rijdt popcorn. Hou je van popcorn? Is dit ding kapot? Hey. Ja. Ja, dan ja. Geintje kou weg. Goed, ik zie je morgen, oké. Okay. Oh, ja. Dat wordt voor haastig. Ik heb hem al 3 keer gebruikt. Jullie gaan hier chillen. Ik ga eventjes mezelf installeren. Mooi. Mijn eigen filmpje kijken, maar ik hou jullie in de gaten, hè? Nog één. Oké. Okay. Hier met die afstandsbediening. Net zoals iemand in elektrische liefde. Genieten. Normaal ben ik heel erg van Disneyfilms. Maar dit is wel eentje dat ze zo napraten. Dus het is een andere taal. En dan is het nagesproken met Nederlandse stemmen. Ik ga er zo echt op. Soms zie je toch van Disney Channel. Dan zie je helemaal van die tiener. Ja, tiener. Ik ga stuk. Ging nou die... Hey, ik hoor een... Viel die nou? Wat een lompe. Misschien is het toch wel leuk. Maar toch, ik kan niet tegen dat nep gesink. Zo, ah, doei. Maar je hoort. Nee, ben ik niet van. Nee.
Nee, Nienke, zet wat anders op. Straks zit je er wel in. En dan irriteer je achteraf dat je je verloren hebt in een film. Continu te meten, te doen. Ik heb nog een tweede keer een ontwerp gekregen van iemand. Echt super lief. En oh, goed zijn we erin. Ik dacht dat mijn tekeningetje helemaal... Kijk, nee, nee, het valt wel mee. En ik heb heel veel wilde ideeën, maar ik zit de hele tijd met dit ding hier. Deze afzuigbuis, dit is heel vervelend. Want als het bed hieronder komt, voor dat nisje. En je wil dat in het midden, ongeveer. Dus je gaat een klein beetje, maar ik denk gewoon dat we moeten optisch moeten... waar is, zit het nisje nou? Of waar is nou het ergo-apparaat? En dan kan je het nisje een beetje zo doen. En dan zet je je bed wel in het midden, maar dan is dat gewoon een beetje niet gecentreerd. Maar dat zie je niet, want het zit achter een kast. En ik had helemaal dacht tegenover mijn bed een kast te doen hier aan de muur. Heel mooi weggewerkt waar je tv erin zit. Maar ik heb hier maar een klein strookje om te lopen en dat betekent dat je zo langs een wand moet. En dat is gekkig en dat is raar en dat klopt niet. Dat is ook gewoon onpraktisch, zeker voor Wesley. En ik lig aan die kant, dus ik moet er langs. Komt een keer dat die baby er weer uit gaat, je doet een wijntje. Deze kant van mijn gezicht is wel de beste kant. Dat gaat gewoon schrammen oplopen. Ik ben de hele tijd het zijkantje zo pak. Jullie hebben al gezien hoe ik met mijn nagel, iedereen was heel bezorgd. Gezien met zo'n ding toch? Het kwam met een gevecht houden met die Nerf guns. Dan trekt in één keer Wesley eentje uit de kamer. En dan moet iedereen heel snel zijn, want anders ben je gewoon de shark. En toen ik... Nou, oh! Gaat goed. Hopelijk. Als hij aan... Gaat tenminste. Ik heb er niet mee gespeeld. Ik moet of een groter huis, of ik moet zo klaar... Kijk, weet je, Wesley is gewoon te lang. Het bed kan kleiner. Maar ja, dat is niet een overweging. Neem ik een groter huis of een kleinere man? Dat vind ik een rare gedachtegang. Dus wat doe je dan? Je neemt wat je hebt. Tel je zegen en niet je zorgen. So I have to work around it. Ik laat gewoon de klusjesman volgende week komen. Even samen opmeten, want meten is weten, jongens. Ik laat even het andere ontwerpje ook zien. Van iemand gekregen. Helemaal leuk, helemaal geweldig. Helemaal wijnde. Heel mooi. Kijk, heel mooi. Mensen zijn betrokken hoor. Mensen zijn betrokken wel. Het klopt niet helemaal op schaal. Dus dan denk ik, ja, zo wil ik het. Maar het klopt, ik moet het nameten. Dan denk ik, ja, maar dat kan hier anders. Dus ja. En ik hoor dat de jongens beneden aan het Just Dancen zijn. En aangezien ik ook een beetje stijf word de laatste tijd, hè, kan ik misschien wel meedoen. Hey boys, are we gonna dance or what? Helemaal top hier. Paraplu's horen in mijn auto. Paraplu's. Ook al is het dak dicht, je ruikt hier wel de koeienvlaai. Ja. We betreden het einde, ja, het eind van de Purmer. Purmerend. Waarom heet het Purmerend? Wisten jullie dat? Het eind van de Purmer. Purmerend. Ik heb het nu twee keer uitgelegd, ik hoor niet iets van, oké, okay, ja, yeah, thanks. Wist jij dat, Jace? Zeg dat, Frankie. Jij dan? Nee. Zie je? Jullie randstadkinderen. Leer wat over de hè? Over watergang. Oh. Over het mooie Den Ilp. En wat ligt er nog meer tussen? Den Ilp. Sorry, ik kom hier vroeger heel vaak, ik weet gewoon niet meer zo goed. Morkendam. Ilpendam. Ha! Ik zie een bord, inderdaad. Bedankt voor de reminder. Volgens mij ga je te ver, vriend. Hier wonen ze hoor. Schelen. Ik hoor je broertje. Of hey! Hey, het is Saya, hoe is het jongen? Hi Jace. Oh, alleen je broer wordt gegroet. Tante Nienke en Pinkerien. Hey
schat, een pijltje. Oh, even je broer. Oh, je hebt hem gemist. Ik snap dat. Ah, je staat meteen. Oké, wat een onthaal meteen ook. Jeetje, lomp. Ja, stomp hem maar even. Oh, ideaal. Lekker bosje, voor je het al. Ja? Lekker, lekker. Je zou denken, het is sapanten, maar sapanten verpakking, hè? Sapanten verpakking. Het zijn geen pantenbloemen, maar andere. Nemen we die nog voor haar mee, just because you're awesome? Of is dat weer gek? Nee, dat is van mezelf. Oh, dat is voor jou gewoon. Mama. Oké, ja? Ja? We hebben nog wat voor tandjespanten. Gemaakt? Gemaakt. Oh, laat zien. Dan nemen we dat meteen mee. Waar is mijn? Ik weet het niet. Misschien dat het... En het staat buiten. Oh, te drogen, joh. Wauw, wat creatief. Dit is leuk. Dit is leuk. Oh, kijk eens. Ja, daar zijn ze hoor. Hebben jullie iets gemaakt? Wat leuk. Nou, is het gedroogd? Dit is van mij. Wat prachtig. En een smiley. En een die is van Josiah. Maar die moeten ook mee dan, toch? Ja, oké, wij nemen het mee. Die staat jarig. Heel goed. Ik zie het bijna. Kijk nou, gefeliciteerd van Jace. En gewoon jaar. Een jaar erbij van Frank. Precies. Echt, hè? Zo'n jungle, we brengen wel echt een ding. Als het niet je smaak is, is het wel meteen heel groot in je huis. Precies. Nee, maar zo... Ja, dan is het gelukkig dichtbij, dus dan kan ze het gewoon aanpassen. Ja, of we zeggen, nou, dan is het voor jou. Ik dacht dus, ga jij... Oh, dat is leuk, jij. Ja, Isabel, ik dacht, ik film jou. Dan kan ik haar hoofd zo helemaal... Hallo! Hallo! Cadeautje? In het Frans, ja. Bon appétit, Frans voor eet smakelijk. Eet ze, jongens? Ik eet niet eens. Je eet nog niet eens? Nou, eet smakelijk dan. We vonden ze boos te kijken ook. Echt? Jeez, ik blij kijken, heel goed. Oh, je bent er klaar mee. Zo. Ze heeft weer eens gekookt. De mensen zijn fan van je kookdingen. Ze wilden meer weten erover trouwens, Jen. Oké. Van hoe maakt ze het dan? En ik wil wel zien hoe ze dat een What Jennifer Eats in a Day. Is dit goed? Is het warm nog? Want ik heb het net opgewarmd voor mijn broertje eigenlijk, maar die ging niet eten. Dus ja, ja, is oké. Okay. Okay. Is oké, okay, is oké, okay, is oké. Okay. Beter. Oh. How easy. Dat is een boter. Ze zijn allemaal blij met de bloemen trouwens. Vond het prachtig. Echt hè? Stond mooi in het huisje. Hoe laat is het? Mama, ja. Hoe laat is het? Tijd om te eten en voor Jessie te praten tegelijkertijd. Oh, kindersnap. Kindersnap is niet op zaterdag. Ja, dat is altijd grappig. Kindersjournaal op zaterdag? Ik zeg dat nee. Kindersjournaal. Is toch niet op weekend? Ik heb geen idee. Nee? Nee? Oké. Okay. Jeugdjournaal. Nee, volgens mij is het gewoon een nee. Ja, nee. Ik hoop in ieder geval dat het nee is, want anders hij lijkt helemaal pas fantastisch, hè? Nee, dan moet je. Rond een half vijf op straat zegt vriend, we moeten naar huis. Kindersjournaal, ik moet niks missen. Nu is het belangrijk. Wat vind je zo leuk aan jeugdjournaal, Frank? Zo leuk! Stom! Hij is zo hij vindt het. Dus wil jij even naar... Hallo, stoel. Hij is niet enthousiast over de samenstelling van de kamer. Wat eten voor toetje, wat eten voor toetje. Wow. Dit? Ik zie iets anders hier in de maak. Pannenkoeken? Nee, ik heb deze. Voor deze. Nou, sorry, ik zie pannenkoeken met Nutella en poetsuiker en aardbeien. Hoezo kies jij yoghurt, frambozen, zuivel, fruit? Hij wil dat liever. Oké, maar is jouw keus wat jij wil. Dit is allemaal blote bal. Iedereen gaat. Oké, oké, Tarzans. 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 Oh, op Tarzan op de Pespa. Wauw. Jeetje. Nou. Zijn ze gewoon 16, 17 en dan zitten ze echt zo op hun scooter. En dan zeggen ze, kom, we gaan naar Bloemendaal. Bizar. Dus gaan we lekker naar chicks mosselen. Wat? Ga je doen? Dat doen ze. Ja, hè? Dat gaan ze doen, ja. Zeg, heb je al gezoomd dan? Dit maakt hem helemaal. Godverdorie, man. Dit is beter dan wat jij zei eigenlijk. Beter, hè? Ja. Ik wil een Mackie gaan voor een ijsje, maar dit is toch wel homemade. Tata, toetje. Ja, dank u. Oh, ja. Oké, okay, zit alleen, is open. Alsjeblieft. Ik vind het al heftig al, het geluid. Ik ga gewoon zitten. Kijk, ik ga iets aan je laten proeven. Lulu! Dat is dit. Heel lekker. Maar hoe kom je daar? Kijk, ik heb het bij Toko gekocht. Kijk, wat een mega grote ding. Ja, het is een mega grote ding. Jij kunt altijd met de... Moet je proeven. Ik denk dat jij het heel lekker vindt. Er gebeurt veel in één chipje. Ja, 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 dat klopt. Er gebeurt heel veel. Heel veel. Maar ik weet nu al... De hele zak aan klaren. Wow. Jalapeno cheese? Jalapeno cheese? Wow.
van Hers. Ja, bij de toko. Ja, het is echt ja, dit is een aanrader. Mm. Nou, je krijgt ook maar één, want de rest is van mij. Hey, boykies. Beach boykies. Zit u lekker aan je toetje? Ja. Ja, hè? Waarom zijn jullie zo ontkleed? Ik ben lekker met mijn buik. Niet lekker met je buik, oké, schat. Gewoon lekker met jezelf zijn. Knak even je. Oh, knak alles even. Hoi, Maruka. Deur dicht. We hoorden het piepie. Ja, dat was een piepje. We gaan. We hebben nog tijd. We kunnen op tijd nog naar opa Pieter en voerplaatjes halen. Dan rijden we naar huis. We zijn voor de avondklok binnen. Tik hem aan, gozer. We kunnen dit. Boom, shakalaka. We zullen beter gaan. Oh ja, ik kan wel lachen, maar oké. Sportstand. Sportstand, ja? Je gaat serieus. Ik ga stuk om dit kind. Kom, ga nou. Jij oké? Ik moet even wachten, toch? Kind op bed, ouders pret, nieuwe temptation, USA. Oh, we gaan weer smullen van die mensen. Gaat ze nu al huilen? Niet nu. Ze gaat nu al. Ik moet erachter zien komen bij wie ik hoor. Dan heb je het programma niet nodig als je er nu achter komt, toch? Nou, ik denk dat ze het programma niet nodig hebben, want ze kent het antwoord al. Daarom helpt ze. Ze helpt namelijk omdat ze weet dat ze al van jij bent zeggen. Niet de man voor mij. Jammer genoeg dat ik een programma in moet zetten. Jou voor schut moet zetten, want ik ga mijn kontje schudden en twerken en drinken. Dat is eigenlijk wat ze zegt met die tranen op. Oh, jongen. Hey, Mark. Hi, Mark. Jij bent fan van hem, hè? Ja, Mark, ik vind... Mark is zo niet zomaar een presentator. Mark is echt een relatietherapeut. 2.0. De vragen die hij stelt ook in de gesprekken... Mm-hmm. Is niet zomaar eventjes... Nee. Heel leuk. Wat gebeurt hier nou? Ik vind dit zo jammer. Dit voetje. Komt u maar. Assepoester. Past u het mijltje? Wat een spannend moment dit. Trouwt u met de prins als het mijltje past? Oh jeetje. Oh! Het past! Gefeliciteerd! Het vriespunt wordt weer behaald in de nacht. Doe je echt... Touw erin. Ze touwde. Dan hoeft ze het veet erin. Maar waar? Waar? Het veet erin. Oh jezus man, helemaal weer eruit. Verdorie. We zaten zo... Ah, hier, nog een keertje. We zaten net nog zo goed. We zitten goed. Neem jij nog even een hapje van je brood, appelstroop? Goed voor de... Bloed. Goed voor het bloed, heel goed. Je let op als ik tegen je praat. En ik pas het nog steeds. Yes. Heb je zin in voetbal vandaag? Ja. Oké. En dan mag papa... En dan gaat papa weer hier op het veld. Ik weet papa niet. Wat gaat hij doen? Op het veld. Oh, op het veld. Gaat hij doen alsof je trainer is. Nee, hij is soms een nachtje ook op het veld, hè? Hij, Nee, maar wie zegt dan soms, je mag op het veld? Nou, omdat soms als de papa van eentje er niet is, dan mag papa. Ja, de vaders doen het trainwerk, hè? En als er ene niet is, dan gaat de andere invallen. Zo gaat dat. Vind je het fijn als je vader dicht bij jou staat op het veld? Of zeg je liever afstandje? Mooi. Duizend afstand. Ik zal even een vraag stellen als je bijna klaar met kou, want... De maalmachine is weer gaande. Ga maar, Frikkie, ga maar. Ga door. Sprip, sorry jongens. Jammer. Ik heb net één hand hier bij mijn oren verbellen met Jen. Ik zei, vind jij heel lief, maar ik kap je gewoon af. Het is fris, hè? Ja, zeker fris. Zo. Nou, ik lust wel een cappuccinootje zo. Onze buurman heeft blote enkels. Wil je blote enkels? Oh, jezus, hij is niet goed bezorgd. Blote enkeltjes, ja, nee, ja. Je denkt bij jezelf, de lente komt eraan. Ja. Zo fris. 3-3, no mercy van de peoples. Kom maar door. Even overleg. Ja, waar is ons kind? Oh, die staat daar. Moet hij wachten? Is het 2-2? Wat staat hij daar? Ja, maar het is afgewisseld, hè? Je ziet 3 toch? Dus het is 1 keer 2 en dan gaat nog andere weer en dan moet dus het is, weer. Maar is het dus 2-2 of 3-3? Ja, 2-2. Oké. Okay. Met een wissel. Oké. Okay. Tegenstander heeft er zin in. Frankie! Opletten, met tegenaan. Ja, hè? Ja. No mercy. Hij doet zijn vinger voor zijn mond. Oh, hij doet dat voor je. Oké. Okay. Ja. Alright, aggressive science. Maar ik heb niks te maken. Niks te maken, hè? We roepen gewoon voor je. De hele afstand. Nou, hup, die bal erin. Ik stel mijn handen uit mijn zakken, jongens. Ik voel het. En... Ja, ga maar!
komen, Frank! Gewonnen, ja. Ja, Frankie, ja, door! Ja. Door, door, Frankie! Oh jee, dit. Oh. Door, Frankie! Hey! Nee. Lekker, jongen! Ja, gescoord, gescoord. Wil jij anders even filmen? Nee. Oh, oké. Okay. Dat ging. Meteen erop! Niet zoals gehoopt, helaas. Dus dat moet ja, zelf ja, maar. Ja, ja, ja. Krijg je nou weer van dat je je mond moest houden? Ja, hij draait zijn hoofd voor me, maar ik heb niets te maken. Oh, jee. Gezel. Kijk, 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 kijk. Kom op, man. Oh, je laat het gebeuren weer. Jammer. Nu moet je eigenlijk daar staan, zo vooraan. Zo hier naar die bak. Dat je echt lekker. Kijk, hier staan, dan mag je beginnen, jongen. Ja, mee. Goed zo. Frank, help hem, help hem. Help hem. Ga door. Ga door. Oké, goed verdedigd. Lekker beter, boy. Kijk zo, wat is er, een bief? Ik weet niet. Nee. Ga door, ga door, ga door. Ga erop. Erop. Ja. Carillo, jij mag hier dribbelen. Carillo bij de blauwe ploeg staan. Ja, let's go, Carillo. Misschien kun je zelf scoren. Jongens, wakker worden. Hallo, focus, focus. Er is gewoon een trainer eigenlijk daarnaast. Ik moet gewoon, ja, precies. Wij staan hier eigenlijk op een afstand met een reden. Ik hoef niet zo te roepen. Ja, snap je. Oeh. Kom maar. Kom maar. Op je neus. Misschien vindt Frink het ook een beetje fris, hoor. Kan ik me voorstellen. Het raam is open en dan weet je het al. Er is er iemand in ons huis. Het is je oma. Ze zit alweer te rommelen. Ja, ze is alweer in die keuken bezig. Ik zie het. Ze zit alweer gewoon de kastjes te reorganiseren. Ja. Ja. Daar staat ze. Ze denkt bij zichzelf, oh, zijn ze weer? Gaan ze weer zeggen dat die hier mag zitten? Nee hoor, ze mag vooral daar zitten. Doe maar. Zoek je een plek, lieverd? Ja. Ja, hè? Zondag, iedereen is thuis. Ja, ik ga naar de andere kant. Ik hoor gewoon al mijn besteklaag aan. Ik hoor het gewoon al. Je bent een dief! Nee. Je bent een dief! Ze is geen dief. Je bent een dief! Het is begonnen en het is begonnen. Voetbal is begonnen en dit vind ik ook een heel fijn ontvangst, hen. Heel fijn! Hoi! Wat is dan deze kast? Deze als eerst? Deze. Oh, ik dacht deze kast. Het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Vooral Wesley. Opruimen. Zondag. Mwah. Love you. Je ziet dat ding heel van je denkt, draag ik nooit, draag ik nooit, draag ik nooit, draag ik nooit. Dit is echt een gevalletje. Draag ik nooit. Wat een mooie jas. Ja, dus wat zeg je? Want iedere keer zeg ik denk ik dat ook. Moet ik het wel bewaren? Gaan we op Vinted of een andere... Marije, verhebt mij steeds of wij kleren hebben... Voor Vinted, hè? Ja, oké. Okay. Gevalletje Vinted. Bye, Felicia. Ja. Wat zeg je? Niets. Wat is dat? Deze? Nee. Voorbij de gaten? Ontdekken een pakket, dat hebben we ooit gekregen. Zo een beetje zo spice up your life. En allemaal speeltjes en zo. En dat hebben we nooit uitgepakt. Zo bruisend is ons... zo bruisend is ons achtergrond leven. Wat heb je? Dat is dat? Een zak om je speeltjes te bewaren. Een zak om je speeltjes te bewaren? Nou, dat is... Pak het als eerst en doe alles wat we bewaren in die zak. Heel handig. Je mag niet naar boven komen. Dit is niet het moment, Frank. Blijf jij maar even daar beneden bij oma. Oh, dit is ook heel leuk. Dit heeft Brianna gemaakt voor Frankie toen hij net geboren was. Ik heb er nog een derde ergens van. Van die quotejes, die vond ze dan. En heeft ze zelf een schilderijtje bij bedacht. Heel cute, heel cute. Heel leuk. Ja. Ga ik niet meer ophangen, dus. Maar dat moet je niet wegdoen, hè. Zo, gaat hij eventjes doen? Heel stilletjes. Met niemand. Even kijken of ik kan wegmoffelen. Doe je eentje. Ja, heb je al een speeltje, dit eentje? Massage. Oké. Dit is een kaars. En die moet je dan 10 tot 15 minuten aan doen. En dan wordt de wax heel langzaam een zachte massageolie. Oh, wat grappig. Dus dan kan je het heel voorzichtig in mijn handen doen. De kaarsvet. En dan kan je lekker in masseren. Okay. Op je eigen been of van je partner. Oké, okay, spicy. Dat is al met die clip met Ricky Martin. Dan ligt hij zo op die bank en dan doet hij zo... Toch? Met kaarsvet? Die clip ken ik niet. Nee, ken je die clip niet? Oh, dat was net op die transitie. Dat die van, ben ik het wel, ben ik het niet. Figure it out. Maar ik draag gewoon lekker mijn strakke, lage waistbroek. Je was echt fan van Ricky Martin. Ja, nee, heel veel mannen waren fan van hem. Zijn harde pips. Harde pokoes. Oh. Nou, dit is weer piep. Dit is weer piep. Ik luister nog steeds.
Here we go. Alle, alle, alle. Go, go. Deze vind je weer niet iets? In beeld brengen? Niet in beeld, maar wat is het? Is het voor je voor de andere kant? Ja, kijk, kijk, oh. Je doet het toch. Je doet het toch. Nee, niet, niet in beeld. Oké. Okay. Sorry, ik zie het visueel. Ik doe na. Ja. Oké, okay. Bewaren of niet? Zeker. Zeker. Doe in het zakje. Ik krijg helemaal heet niet van. Oh, dat had ik. Dat heb ik niet slim gedaan. Zo'n trui wat je nog nooit aan hebt gedaan. Ja. Op dat. Nee. Kun je dit voor mij de gang doen? Dit zijn je voetbalspullen. Je gaat ooit in voetballes, mag? Over 3 weken. Oh, leuk. Ik kan niet wachten op wat ik was weer. Oh, wacht, wacht. Ja, nee, doe maar gewoon. Dit mag in mijn sporttas. Ja, oké, hier. Ja, kan je toch daar blijven staan? Doe je het erin? Ja, sorry. Ik was in mijn hoofd, kon ik het allemaal niet aan. Ik dacht aan die bergen vieze troep die ik moest wassen. Hele verzameling. Kijk, 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 kijk. Hen, u bent al betrokken erbij. Dit vindt u eigenlijk gewoon leuk. Eerlijk, u kan gewoon zeggen, dit vindt u gewoon leuk om te doen. Dit gaan we allemaal op. Vindt het, zei je toch, Res? Ja. We zeiden altijd, we hebben niks ervoor. Blijkt dus dat we er wel heel veel voor hebben. Wat is het? Een van die Ja, van die apps, toch? Dat je in één keer van hier. Vindt het, heet het volgens mij. Frankie, sorry dat we jouw camera ook even een beetje vol hebben gebombardeerd met misschien dingen voor de crash brengen. Ik weet dit. Wat weet je? Wat? Kijk, dit weet ik ook. Ja, dit weet je, hè? Ja, is je vaders oude. Oh mijn god, je ontdekt dingen, jij. Dit airco-apparaat gaat naar je oma. Hier, boekjes ontdekken we. Oh, hier is mijn sporttas. Jou zocht ik daar. Dank je. Want ik vind net allemaal elastiek, hè? Dit onderwerpje vind ik echt cool. Een cool onderwerpje, hè? Nou, voor mij ken jij met het onderwerpje. Dan gaan wij nog even verder met Luttel. Lou. Denk jij nog midden, gewoon op de kruising. Dat lijkt me het slimst. Nou, lekker plekje wel, meid. Luister eens. Er komt iemand thuis. Ga de hand uitlaten. Zit je naar een podcast? Ja, podcast wordt geluisterd. Helemaal vernieuwd. Helemaal tijdens de hand uitlaten. Helemaal hippig. Ik neem jullie mee naar de babykamer die best wel koud is. Koud genoeg om in ieder geval de meting te doen voor le ledikant, le commode, le vloerkleed. Ja, er staan nog een paar kasten. Deze, die is heel groot en die hebben we helemaal, hoe zeg je het, compleet. Ja, dat klinkt. Ja, het echoot gewoon. We kwamen dus achter, het lijkt nog steeds vol, maar als je beseft dat deze 3 kisten straks in de commode zitten, want babykleding. Dit is een maxi-cozy, die heb je iedere dag gebruik je. Deze meuk knal je dan daarin. Stofzuiger, die doe je onder de trap. Dit kan dan deels allemaal een stukje die kant op. Deze kast hebben we helemaal leeg geruimd. Die gaat weg, stond hier ook in deze kamer. En dan hebben we deze kast, die hebben we. Dat is op maat gemaakt omdat we hier zo'n hoekje hebben. Omdat we de badkamer toen hebben verbouwd. En kijk, daar is nog plek hier. Er is nog plek. Dus er kan nog een beetje meuk van daar naartoe. Ja, dit houden we wel. Dat is een heel leuk basketbalding. Maar ik weet niet zo goed waar ik het neerzet. Het is een beetje een doorn in het oog. Maar heel veel dingen gaan weg. Deze kast gaat lekker. Ik denk naar Bia of zo. Die hebben gewoon kast nodig. En dan denk ik deze kast ook weg en dan gewoon een kleinere kast daar. Zodat je hier een beetje een. Kijk, als je hier het bedje doet, dan hou je een klein beetje opening daar. Dus voor die baby komt die denkt bij zichzelf, alles lijkt op een kast. Zit ik in een kast? Moet ik uit de kast? Verwarrend? Nee, we don't know what is going to happen. All I know is that, nou ik weet het wel, we don't know. Wel, weg met dit kastengevoel. Dus echt, in India hebben we toch ook dat ze in kasten leven. Dat is het niveau van waar je vandaan komt. Dat is niet goed. De kasten zijn fijn voor shizzles opbergen, maar niet voor kinderkamer. Dus de enige kast die hier blijft is deze die op maat is. Daar ben ik mee eens. En hier doe ik een leuke kast. Lijkt in een leuke kast. Ik dacht als je nou daar een kast doet, gewoon een beetje mooi om te zien. En hier met van die planken, dat ziet er ook leuk uit. Er zit je leuke dingetjes in. Kan je spullen voor de baby weer kwijt. En het oog dat het leuke plantje ledlicht. Vreubeltje. Ja toch, ja toch. Of planken ook leuk. Van die robuust houten. Ja. Ook hier. Komt alles wel weer goed. Uiteindelijk. We gaan meten. Want meten is weten. En dan pas ga je dingen bestellen, Nienke. Dan pas ga je dingen bestellen. Oké. Okay. Ik ben iets te moe. Om nu te kijken of de ideetjes die ik had voor de babykamer slim zijn. Met wat er nu nog in staat, wat eruit gaat. Ik heb even geen overzicht.
Dus dat kan je dan het beste doen in de avond. Snacken en wat kijkersvraagjes beantwoorden. En de eerste luidt als volgt. Wanneer vertrouw je iemand niet? Ik weet dat andere mensen dit ook doen. Zo hun chips likken. Andere mensen doen dat ook. Dat is helemaal niet gek. Dat zei laatst iemand, toen dacht ik, zie je, we're not alone. Ik vertrouw iemand niet wanneer iemand... Hey. Wanneer vertrouw ik iemand niet? Als ik je niet goed ken en je hebt heel veel te vertellen over mensen die ik heel goed ken, maar jij staat buiten die cirkel en je probeert me te overhalen van dit zijn helemaal, dat zijn, hey, pas op voor die mensen, dit en dit, dit, je moet bij ons. Een logisch verhaal. Ik vertrouw mensen niet als ze zelf heel veel praten, maar eigenlijk weinig zeggen. Uit zichzelf gewoon heel veel zeggen. Ja, uit zichzelf heel veel gaan praten. Dat vind ik altijd heel, dat vind ik heel verdacht altijd. Ja. Dat je dan zegt, hey, hoi, en in één keer een informatie. En dat je denkt, vroeg niet naar dit en dit. En ook dat je, ja, en wanneer vertrouw ik ook iemand niet? Ik geloof in voelsprieten. Je ziet ze niet, maar we hebben ze allemaal. Wanneer die aangaan, dan weet ik, dit is met een reden. Dus ja, het is een onderbuikgevoel. Dat heb ik altijd. Ik ga nu eten, dus we gaan naar de volgende vraag. Wat is het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Ook een moeilijke vraag. Wat is het mooiste complimentenres wat je ooit hebt gekregen? Weet je dat nog? Weet ik niet. Nee, hè? Nee. Maar het is dus niet bijgebleven. Die hebben wel een keer een heel mooi compliment gehad. Laat me nadenken, wat is het mooiste compliment wat ik ooit heb gehad? Waarschijnlijk... Er zijn verschillende complimentencategorieën. Gericht op het uiterlijk, gericht op als je iets heel goed doet, gericht op ergens waar je heel erg trots op mag zijn. Ja, ik heb van de kijkertjes heel veel complimenten gekregen na een voorstelling, dat ze het zo leuk vonden en de video's en het zoveel plezier bracht in het leven. De restleven was een heel leuk compliment gegeven. Hij doet het vooral de laatste tijd, schat, dat je me zo mooi vindt. Terwijl ik weet dat je bedoelt, je bent mooi zwanger, je hoopt niet dat ik voor eeuwig zo blijf. Dus dat vind ik ook heel schattig, maar je bedoelt gewoon van, je bent mooi terwijl je ons kind draagt. Dat is ook een mooi compliment. Toch? Of zeg je dat puur omdat je mij een beter gevoel wou geven? Omdat je ziet dat ik... Je bent altijd mooi. Oké. Nou, je bent altijd mooi. Dat nou, is... niet altijd. Nee. Correctie. We moeten het wel real houden. Wel wanneer echt. Ben ik niet mooi? Wanneer ben je niet mooi? Dus moet ik goed nadenken, hoor. Vind je altijd wel mooi? Maar je hebt gradaties in mooi zijn. Ja, wanneer ben ik het meest mooi? Als ik terugkom van een festival en ik ben een beetje verlept. Nee, dat vind ik op die manier ook wel sexy. Kan ik ook wel opeten. Oh! Ja. Nou, als je moet graven, dan kan je niet het moment heel erg voor je houden. Maar waarschijnlijk wanneer ik... Want ik wilde zeggen sporten, maar dat vind ik sexy als je sport. Maar wanneer ik niet zoveel aan me gedaan heb en ik heb zelf wat aangegooid en ik zeg, oh boeien. Nee, weet je wat ik je niet zo mooi vind? No, okay. Als je juist bent opgemaakt. Te zwaar? Ja. Ja, dat vind je nooit zo. Ja, dat vind ik nou niet. Dat vind ik, dan denk ik echt, nou, dat hoeft niet. Wanneer ik je ook niet mooi vind, is als je weer eens uitpakt met een of andere outfit dat ik denk, maar wie ben jij nu? In welk tijdschrift heb je gelezen dat dit mooi is? Oh, wanneer jij vindt dat ik te veel fashionable doe? Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Alright. Nou, is goed. Klaar ben je? Dan ga ik naar de volgende vraag. Ik krijg een suggestie van iemand voor een naam voor ons kindje. Oh, echt? Vertel. Ik krijg een suggestie voor een naam. Misschien vind je hem wel leuk. Dus moet ik een nieuw beeld van zetten. Misschien niet handig, hè? Nee. Zullen we daar naar kijken dan? Ja. Is dat beter? Ja. Ja, vond ik een leuk nummer. Dit, ja, daar moet ik een beetje mee. Ja. Zou je niet met je vettige vingers mijn beeld schrijven? Ik raak niet aan, want ik heb mijn ik zie toch echt vettige vingers hier. Het is gewoon je vingerafdruk. Nee, je bent gewoon. Niet, je alibi is niet sluitend. Ik veeg het nu weg. Het wordt hem niet. Hij is mooi, maar het wordt hem niet. Want? Wat is er mis met de naam die ik heb? Ja, dat is goed. Ja, die voor twee, voor man en vrouw, toch? Precies, die wordt het. Nee, maar ik vraag het gewoon. Ik moet er wel alles naar je toe gooien nog af. Dank je. Nee, maar die doen niet. Nee, is leuk. Maar ik heb echt mijn zin gezet op die naam. Ook omdat het voor een jongen en voor een meisje kan. Dus ik hoef alleen maar te focussen op de naam. Die naam is het gewoon. Ongeacht wat eruit komt. Dus dat is toch dat is een leuk, fijn idee, toch? On to the next question, we go. En deze lijkt als volgt. Liever een staart of een gewei? Ik zeg liever een gewei. Want dat kan je nog schaven tot van die stompjes. En een staart geeft zo'n luier but. Zo'n, dan moet je hem oprollen. Want niet alle jurkjes, rokjes en jeans hebben zo'n gat voor je staart. Toch, Res? En bij een staart heb ik altijd, als het staartje lang genoeg is met veel haar, dan kan je je poep erin
verstrengeld raken. Ga je weer op een poep? Nou, de staart zit heel dicht bij je naad, hè? Ik weet niet waar jij, welke planeet jij zit, maar dat is logisch gewoon dat ik deze redenering maak. Willen we die van de rest weten? Niet per se. On to the next. Zijn jullie begonnen aan de babykamer? Ja, dat heb je net gezien. We hebben plek gemaakt voor de babyspullen. Ik wil eigenlijk gewoon binnenkort even Jennifer uitnodigen. Dat ze eventjes komt kijken. Heel even reorganize that shizzle. Ik ga aankomend weekend naar haar. Is het slim als ik dan tegen haar zeg, kom dan naar mij. Het weekend erop. Ik wil namelijk de spulletjes gaan bestellen. Eigenlijk dit is een momentje dat ik eigenlijk wil dat Annemarie in Nederland is. Zodat ze even naar me mee kan kijken. Misschien moet ik een FaceTime meeting eraan vastknallen. Dus ik moet. Je hebt bepaalde mensen in de omgeving die je hiermee kunnen helpen. Nou moet ik zeggen, jullie interior people. Love you. Nee, niet dat ik in ieder geval zeg, nu moeten jullie ook me helpen bij deze kamer. Maar ik bedoel meer te zeggen van, in je eigen kring toch heb je altijd een paar mensen die je vraagt voor dit soort dingen. Dan vraag ik bijvoorbeeld, ik vraag mijn schoonmoeder om te helpen opruimen, maar ik vraag haar niet voor styling dingen. Dan vraagt ze weer aan mij. Dus dat is ieder zijn ding, zeg maar. Oké, dit is een mooie vraag. En hier hebben Rest en ik vaak over nagedacht. Zouden jullie eventueel een kindje willen adopteren? Rest, dat zeiden we altijd, hè? Ja, dat best niet volgens mij oud. Dat kan nog wel. Alleen hoe ouder je wordt, hoe minder jong het kindje kan zijn. Als je die wens hebt. En werkt het zo. Maar ik zeg je eerlijk. Ik zou dan wel voor een kindje gaan die. Juist, ik zou dus niet een kindje nemen. Ik denk ik juist niet die op Frenkie niet lijkt. Maar juist. Of zou je dat wel doen? Die gewoon helemaal. Want je ziet toch vaak. Je ziet altijd al gezien dat welk kind geadopteerd is. Maar vind je dan zo van, zie jij dat je anders bent? Of zou je meer doen voor, wat is de reden? Ik vind het mooi, juist. Omdat... Jij hebt gewoon een Benetton gezin? Ja. Oké. Dus jij zou eentje halen uit een Aziatisch, echt een Aziatisch land? Ja, of weet ik veel. Of Rusland, of... dat kan. Zoiets, iets wat gewoon juist... Helemaal afsteekt van ons. Juist. Ja, oké. Tenminste, dat is toch ook altijd zo. Vaak als je zwarte kindjes ziet, zijn altijd de witte gezinnen. Vaak, ja. En tenminste, als het zwarte kindjes zijn bij zwarte gezinnen, dat zie je niet. Jij weet het niet, want jij gaat niet denken, nee. Jij hebt andere haar dan je moeder. Nee, dat... Precies, dus, maar het valt wel op als je... Maar gingen we puur voor het uiterlijk of doen we het nog omdat we vinden van, als er zijn zoveel kinderen zonder ouders? Je hebt het hierover. Ik vind het echt prachtig als ik die gezinnen zie. Die geadopteerde kindjes met allerlei soorten. Want die mensen hebben vaak ook hun biologische kinderen. Dan hebben ze nog kinderen geadopteerd. En die hebben allemaal verschillende kleuren. Maar die groeien op als één gezin. Dat vind ik zo leuk. Dat is wel mooi. Dus dat zou ik ook willen. Je leert ook die kinderen van, we zijn allemaal één. En dat het eigenlijk niet uitmaakt. Vandaar dat ik het zeg. Daarom zou ik het willen. Nee, even iets meer uitleggen. Anders leek het net alsof je een of ander reclamespotje wilde maken. Maar het is eigenlijk gewoon... gezinsfoto. Snap je wat ik bedoel? Dan vraag het even. Goed dat je het even vraagt. Om even voort te beduren op de wat diepgaandere vragen. Resli, wat zouden we doen als ons kind uit de kast komt? Nou ja, omhelzen, opvangen. Weet je, als hij echt uitvalt, dan vangen, knuffelen. Ik zal hem heel goed vasthouden. Ja, en zeggen, en don't you worry about a thing. Everything is gonna be alright. Nou, dat vind ik dus niet. Nee, maar je gaat eerst geruststellen. Wat moet je zeggen? Nou, succes, de wereld is een gemene plek. Hier heb je een schep. Go for it. Nee, je gaat diegene eerst... De eerste wat je doet is opvangen en zeggen dat hoe ongeacht voorkeur, levensstijl, wat dan ook, dat niet uitmaakt. Absoluut. Toch? Absoluut. Maar weet wel dat het dan heel... Dat dan je moeder altijd met je wil shoppen. Dat zeg ik dan. Want jij hebt meer smaak dan de rest van dit gezin. Dus dat is niet een... stereotyperend iets, dat is vaak gewoon DNA feit. Genetisch. Die persoon wil wel met mij de hele tijd alle... het een meid is die uit de kast komt en die is een beetje zo'n boyish type en die denkt, laat me gewoon rugby kijken op de buis. Wat moet je eigenlijk doen? Jij moet gewoon een monoloog doen. Je hebt toch geen zin dat andere mensen met je praten? Ik wil, maar ik ben nu even in mezelf, mijn eigen ding. Mag ik nog wel uitleggen? Maar wat wil jij vertellen? Ik denk net toch altijd aan details. Als jij ook maar met een sok of iets anders naar beneden komt, leuke sok, mama. Dus ja, maar dat wil niet zeggen dat Frank niet later zin heeft om met te shoppen. Als hij een beetje op jou lijkt, dan ga je al zuchten. Moeten we hier ook naar binnen? Dus, ja, inderdaad. Maar ja, wat zou jij doen, hè? Met het kind dat uit de kast komt? Gewoon, oké, zoon. Ik denk ze... Zoon? Je gaat ervan uit dat het dus je zoon is. We hebben nu nog alleen een zoon. Ik weet niet wat we nog meer hebben. Ja, toch? Ja. We hebben toch alleen nog maar een zoon. Ik denk wel dat... ik denk als ouder dat je echt wel ergens weet.
al van je kind. Er is een kans, er is een grote kans. Ik denk dat je het al, altijd al weet. Of tenminste dat je al een idee hebt. Dus, dat het bijna niet als een verrassing komt. Of tenzij je een ouder bent die echt gewoon kop in het zand steekt en gewoon. Ik zie niets. Ik weet het niet. Maar stel Frankie zegt het, dan zeg jij waarschijnlijk nou. Dat zag ik al op het veld. Nee, ja, dan zeg ik gewoon oké. Jongen, en is dit het nieuws? Oké, we gaan nu eten. Weet je moet het vooral gewoon luchtig houden. Want ik denk dat iemand die... Is voor die persoon al zwaar en pittig. Juist. Zeker voor wat gaan mijn ouders ervan vinden en zeggen. Dus als je kind daarmee komt... En wij zijn al best wel ouders met een hart op de tong. Dus die loopt met lopen. We gaan geen grappen maken op dat moment of andere dingen. Of juist wel. Ik denk dat moment van... Dag daarna. Niet te snel. Ietsje wachten. Jij zegt geen grapjes maken, maar het kan wel. Want jij zegt, kom, we gaan eten. Hier is die worst. Van de hete boerenkool. Extra veel jus. Of, jij was niet van het vocht. Weet je, ik... Ik zal wel gewoon... Nee, dat kan pas als het is ingedaald, het nieuws. Dus dat kan allemaal nog niet meteen. Ik denk wel dat als mijn kind... Als mijn kind me een beetje kent, dan denkt hij... Nou, kom maar, mam, gooi ze maar tegen me aan. Als beleg vaak rond is, waarom is brood dan vierkant res? Heb je daar eens over nagedacht? Dat is een hele goede. Ik weet hem wel. Ik denk dat je dan meer porties krijgt uit stukken vlees. Beleg toch? Het vlees is toch rond? Ja. Wat is anders? Wat is nog meer rond? Vaak worden worsten toch vaak in een ronde vorm grote worst wordt niet vierkant uit zo'n machine gehaald. Nee. Dus daarom is het. Waarom maken ze dan geen vaker rond brood? Want tegenwoordig heb je ook die ronde broodjes meer. Die bonkies en dan snijden ze het. En dan kun je veel mooier beleggen. Nou, zeg het maar. Ik denk gewoon dat er was gewoon de bakker en de slager waren gewoon een soort van... Ik maak een beter ambachtelijk spul. Nee, ik. Er was een soort van beef. Mm-hmm. En daarna dachten ze, we have to collab. Goed verhaal, man. Ja, dat denk ik. Oké. Ja? Ja. Zijn we klaar? Ja. Jij gaat verder met werken? Ja. Oké. Nee, bijna. Je stopt ook, hè? Ik ga even wat crypto's inkopen. Je gaat niet weer. Nee, maar je zegt... Hoezo weer? Sinds wanneer ga jij weer? Baby's moving. Zie je? Je zei crypto's en het kind zei meteen... Halt, ho, ho, ho. Jawel. Ja. Of hij zei, ga ervoor. Niemand weet precies. Maar er werd bewogen.